In deze aflevering spreek ik twee Rotterdamse kandidaten voor de provinciale statenverkiezingen. Leontien Vreeke is nu nog wijkraadslid in Katendrecht en Elleve Koele heeft al eerder in de provinciale staten gezeten en is nu fractievoorzitter voor 50PLUS in de gemeenteraad. Misschien heeft Ellen wat tips voor Leontien. Ja! Ik wil heel graag de Provinciale Staten in, omdat ik door mijn werk als wijkraadslid erachter ben gekomen dat de Provinciale Staten die bepalen het kader voor de gemeente. Die Provinciale Staten, hè? Ja. Wat is dat nou eigenlijk? Ja, weet je, het is een hele belangrijke bestuurslaag en niemand kent hem. En we vinden het allemaal maar een beetje geneuzel en een beetje gerommel in de marges. Maar het is stoffig. Het is stoffig, het is ook stoffig, maar het is wel een hele belangrijke. Want kijk nou eens wat er gebeurt bij het woondossier. Daar zegt de minister van, ik wil gewoon 1 miljoen woningen in heel Nederland. Wij moeten de 230.000 in Rotterdam, of in Zuid-Holland. Dat moet de provincie gaan organiseren. Dus het is niet een ver van mijn bed show voor stadsbewoners zoals Rotterdam is. Helemaal niet. Dat iets in de provincie is. Nee, helemaal niet. Want het gaat bijvoorbeeld ook over duurzaamheid, maar ook over de bereikbaarheid van de provincie. Over bewoners gesproken, heb jij een idee van hoe het gesteld is met de kennis over de provinciale staten bij die bewoners? Ja, het is echt heel erg. Ja, dus... echt zo erg? Ja, zo, ja. Moet je ervan huilen? Ja. Nou, het is gewoon jammer dat mensen niet weten waar de provincie voor staat. En ik snap het wel, want hè, als je naar de gemeenteraad kijkt, dat is jouw stad. Het staat heel dicht bij jou. Tweede Kamer, dat is heel erg belangrijk, gaat over je land, vind je ook belangrijk. En die laag ertussen, de Provinciale Staten, die is onzichtbaar. Als wij praten over 16 over, hè, Rotterdam Diegene Airport, weet iedereen dat we het hier in dit stadhuis erover hebben. Maar dat tegelijkertijd er in het provinciehuis over gesproken wordt, ziet niemand. We kunnen de deuren 5 jaar dicht doen en weer open. Dat hebben we heel hard gemerkt. Hebben we veel betekend voor de samenleving, maar niemand die het weet. Ik begrijp dat je nieuw bent in de Staten. Althans, dat je nieuw gaat worden hopelijk in de Staten. En je hebt er zin in ook. Ja, ik heb er heel erg veel zin in. Heb jij tips voor mij? Want jij hebt in de Provinciale Staten gezeten. Ja, de tips zijn vooral zichtbaar worden. Hè. Een van de problemen van de provincie is toch de zichtbaarheid. Ja. Mensen weten heel moeilijk wat wij daar doen. Wat ik zelf ga proberen, en ik zou dat heel graag met andere partijen gaan doen als we in de provincie komen, is dat we veel meer gaan koppelen aan de gemeente. Het woondossier, iedereen weet dat de gemeente daarover gaat. Ja. Niemand weet dat daar de provincie over gaat. Ja. Nou, ja. Maar dat proberen we... Probeert de provincie altijd uit zichzelf te doen. Misschien is het slim als wij proberen, als we er alle twee in komen, dat wij afspraken maken en gaan zeggen, joh, we gaan zorgen dat we ons aan de dossiers van Rotterdam gaan hangen. Wanneer zij erover gaan hebben, gaan we het ook proberen hier in de provincie. Ik wens je heel veel sterkte en succes. Dank je wel. En ik zou het heel erg leuk vinden als we elkaar daar weer tegen zouden komen. Dus ja, heel veel succes. Nou, ik kijk ernaar uit. Ja, ik ook. Dank je. Met genoegen.